overal verf. In tubes, in potten, overal penselen. Schildersezels en schilderijen, waar je ook kijkt. Zo ziet het atelier eruit van de kunstschilders van Atelier Nuenen. Een aantal van hen was aan het werk en ze waren allemaal bereid om te vertellen over hun hobby, hun vak, hun passie. Ik was in het atelier aan de Berkenbos tijdens hun open huis op de zondag na de kerst. Hier sta je in de werkplaats, de plek waar dat wij met ongeveer 45 schilders werken. Ieder op zijn eigen manier. Er zijn er die hele brave en hele precieze hondjes kunnen schilderen. Die zijn levensecht. Maar er zijn er ook die flats, klats, boom, iets tegen het doek kan smeren. En dan maar hopen dat het wat gaat worden. Bent u een kunstschilder en bent u geïnteresseerd in Atelier Nuenen? Ze hebben nog plaats voor nieuwe leden. In principe moet je geen beginnend schilder zijn. Wij geven geen les. We huren wel eens een docent in, incidenteel. Maar iedereen moet eigenlijk al een hele eigen identiteit hebben en zichzelf kunnen redden. Maar ook een toegevoegde waarde zijn voor de anderen.